Ja, Adele, deze moest ik draaien. Ik kan er echt niks aan doen. Films als Rocky, kan dat zo'n beetje de bokswereld wel wat helpen om het populairder te maken? Wel, nu weet ik het niet meer, maar in het begin jaren zeker. Er kwamen heel veel mensen op af. Als je alleen die muziek hoort, dat is ook heel mooie muziek ook. Ik denk het wel, hoor. Ja. Dat zweept een beetje denk ook op, niet, op, niet alleen... Ja. Niet alleen het boksen, maar ook bij voetbal. Stel voor een club die wereldkampioen of kampioen wordt. En dat draait ook vaak deze muziek. Ja, dat is zeker. Zeg, boksen hier in België, hoe populair is dat, Abdel? Heb je daar een idee van? Want je zegt dat je niet alleen hier in Genk zit. Hè? Er zijn nog in de randgemeentes ook nog. Hè? Ja, ik praat dan alleen over ons. We zitten hier in Genk en... Dan zitten we ook nog in 6 andere gemeentes, op 12 locaties ook. En daar worden dan ook overal 32 lessen per week gegeven in totaal. We hebben wel ook meerdere trainers, we hebben 13 gediplomeerde trainers. En alleen kun je het natuurlijk ook niet doen. We hebben zo'n 250 jongeren die wekelijks naar de trainingen komen. En natuurlijk, de meesten zijn allemaal, die komen alleen voor de sport. Ja. Het is gezond, voor zich wat zelfzekerder te voelen. Maar ook gewoon lekker in hun lichaam te voelen. En dat is wel heel belangrijk, ja. Nu, in Amerika is het al een paar keer slecht in het nieuws gekomen. Hè, met profboxers die dan een beetje misbruiken. Letten jullie daar ook wel een beetje op? Wel... Ik zou eerst willen zeggen, profboksen en amateurboksen. Mm-hmm. Dus amateurboksen is het Olympisch boksen. Ja. En daar, tussen die twee is een wereld van verschil. Mm-hmm. Ja, profboksen, dus, die hebben een hele andere visie. Dat wordt dus vergeld, daar telt alleen het geld. Ja. Maar ik vind het ergste bij het profboksen, is dat, dat men zijn tegenstander kan kiezen. Kijk, je geeft gewoon je tegenstander. Je kan gewoon, als je wilt, kan je zeggen: ik wil mijn eerste 20 wedstrijden wil ik winnen. Ja, dat kan. Je kan gewoon je tegenstander kiezen. Hij krijgt een beetje geld. Ja. En dan boks je daartegen. En die weet ook, je hebt er ook heel wat boksers die rondlopen die altijd verliezen. En dat weten ze ook. Maar ze krijgen daar wat geld voor en ze doen het van het geld. Ja, en dat vind ik dus niet echt verantwoord. En als er ook iets gebeurt, als je ooit iets hoort, maar je hoort eigenlijk niet zoveel over zware ongevallen bij het boksen. Mm-hmm. Maar als je iets hoort, dan is dat ook meestal komt het voor bij het profboksen. Want het amateurboksen is... ik vind het heel goed beschermd ook. Mm-hmm. Kijk, als iemand een tik op zijn hoofd krijgt en hij is er even, even de kluts kwijt, dan wordt hij onmiddellijk geteld. En als hij er nog niet bij is, dan wordt hij dus onmiddellijk gestopt. Ja. Maar bij het popboxen laten ze het een beetje te ver, vaak te ver gaan. Ja, want dat is ook al bij het voetbal ondertussen. Hè? Dat ze bijna een tik op hun neus of met een elleboogstoot. Ik heb ook al voetballers gezien die al KO zijn geweest. Ja, ik heb misschien Erik Gerets toen bij PSV, die hele harde bal op zijn gezicht kreeg. Ja, maar die was echt weg ook. Ja, dat kan me voorstellen. Die hebben ze moeten dragen. Dat wil niet zeggen dus dat bij amateurboksen niet voorkomt. Maar in ieder geval, dat komt er heel zelden voor. Maar er wordt wel heel snel ingegrepen. En daarvoor is die begeleiding ook wel belangrijk, denk ik. Hè? Ja, absoluut. Ja. De blessures... Een heel grote verantwoordelijkheid, of de grootste verantwoordelijkheid, ligt bij de trainer. Want het is de trainer die de bokser traint. En de trainer die ook zorgt dat die wedstrijden gaat boksen. Mm-hmm. En hij moet ook kijken tegen wie en dat dat ook allemaal in orde is. En je moet je bokser moet je... Als je het niet hebt, als hij zich niet goed kan verdedigen, dan mag je zo iemand dus absoluut niet in de ring sturen. En je hebt ook sommige boksers die zijn heel goed op een training, maar op een wedstrijd zijn die... De spanning misschien. Ja, dan door zoveel mensen en geschreeuw. De druk. De druk, die kunnen dat niet aan. Ja. Dan moet je als trainer kunnen zien en dan moet je dus heel snel kunnen ingrijpen. En om de veiligheid van die jongen, moet je, of meisje, want die worden boksen ook meisjes, moet je gewoon zeggen, kijk, kunnen misschien beter geen wedstrijden doen. Want er wordt ook echt gestoten ook. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeg, vanaf welke leeftijd zijn de jongeren zowat bij jou? We werken met 3 leeftijdsgroepen. Mm-hmm. We hebben
eerste leeftijdsgroep is van 6 jaar tot 9 jaar. Oeh, dat is al vrij jong. Ja, ja, ja. Dat... Amai. Oh, super. Ja, ja. Oh, daar hebben we al druk genoeg mee. Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ja, ja, natuurlijk, je hebt op een hele andere manier les. Ja. Ze moeten natuurlijk luisteren en ze moeten ook iets leren. Ja. Maar je moet het natuurlijk niet te technisch maken, want ja, dan gaan ze het heel saai vinden en dan gaan ze liever PlayStation spelen of zo. Ja, 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 dat kan ik me maar, en de tweede leeftijd is tussen 10 en 13 jaar. Mm-hmm. En de derde leeftijd is tussen 14 plus. 14 plus, ja, dus, dan gaan ze eigenlijk... Ja, 14 plus, dan... Ja. Ik bedoel, ik heb kinderen van 14 jaar, ja, die zijn groter dan ons, hè. Ja, ja, ze, ja, tegenwoordig zijn ze heel... Ja. En werkt het dan ook een beetje met gewicht? Moeten ze daar ook op letten? Is dat ook heel belangrijk in boksen? Dat is heel belangrijk, ja. Dat is ook gelijk... Jij fitnesst ook tussendoor nog? Of is dat ook... Wel, er worden speciale... voor boksers zijn niet zomaar fitness, dat is een speciale krachttraining. Ah ja, ja. Dat is ook met gewichten, met zware ballen, medicijnballen, allerlei soorten gewichten. Maar dat is dan... Dat noemen we speciale krachttraining, omdat dat ook heel specifiek moet voor die... Je traint kracht... Maar je moet snel blijven. Dus dan moet het speciale krachttraining zijn. Daarom noemt dat ook zo. Benen, armen, alles is eigenlijk... Want als je gewoon fitnessen gaat doen, dan ga je ook je snelheid gaat verzwakken ook. Ja, en daarom zijn er ook heel aparte krachttrainingsprogramma's ook voor boksers. Ja. Amai, zeg. Super, super. Zeg, zijn er veel profboksers in België? Op dit moment? Enig idee van? Nee, we hebben ook iemand van onze club die altijd bij ons getraind heeft. Hij is nog altijd bij ons, nu als trainer. En ik heb hem doorverwezen, hij wilde prof worden. Mm-hmm. Ik heb hem doorverwezen naar de club in Antwerpen, de club bij waar Jackson ook zit. En hij heeft daar al verschillende wedstrijden gebokst voor die club. Mm-hmm. En ik ga ook soms mee naar de ring met hem. Dat is Vango Tsiromokos, hij is ook van Genk. En het is ook zo'n klassieke bokser, zo. Iemand waar het publiek graag naar kijkt. Het is iemand die echt gaat voor de overwinning. Natuurlijk. Je bent eigenlijk een entertainer, langs de ene kant ook een beetje, hè? Voor het publiek bij zo'n wedstrijd, nee? Hoe bedoelt u? Bij een bokswedstrijd ben je ook in de ring een beetje een entertainer voor het publiek. Ja, ik ben dan trainer. Ik ben dan geconcentreerd op wat er gebeurt in de ring en op onze boksers. En die moeten voorbereid worden, opgewarmd worden. Ja, je moet ze ook psychologisch een beetje voorbereiden. Ja, want er komt heel veel spanning op je af. Dan. Ik weet ook zelf, toen ik bokste, ik viel... Dat is niet zomaar iets wat ik zeg, maar dat is echt zo. Ik viel op één wedstrijd viel ik 3 kilo af. Oeh. En ik denk dat er 1 kilo afviel alleen maar van de spanning en die opwarming. Ja. We boksen 3 keer 3 minuten, maar... Ook de handschoenen moeten correct zitten, geen blessure. Maar het is ook je hartslag is altijd minstens 170 op zijn minst. Dus dat is heel hoog tempo wordt er gewerkt. En daarom val je daar ook heel wat kilo's af. Ja. Zeg, is dat ook tot een bepaalde leeftijd dat je dat maar kan doen? Ja. Boksen... hoe moet ik het zeggen? Eigenlijk is het... Ik zeg ook altijd zo... iedereen moet boksen. Mm-hmm. Maar alleen diegenen die talent hebben, mm-hmm. die mogen wedstrijden doen. En de rest niet. Ja. Dan ben je ook verantwoord bezig. Je kan boksen doen tot een jaar of 33, 34, misschien 35. Maar dan ongeveer hetzelfde als bij voetbal. Ja, zoiets. Ja, want dan krijg je jonge gasten. Ja, die zijn fitter. En dan begin je achteruit te gaan. Want het niveau is heel hoog. En je bent heel alleen. En bij voetballen gaat dat nog wel. Je kunt even een beetje rusten, hè. Je kunt het even overlaten aan 10 anderen. Maar in het boksring ben je alleen. Maar jullie gaan het een beetje ook naar buiten brengen, naar het publiek toe. Daar gaan we het zo dadelijk eventjes over hebben, hè, Abdel. Want jullie gaan ook iets organiseren binnenkort. En dan kun je ook heel even gaan kijken hoe dat allemaal live in zijn werk gaat. En misschien ook wel Abdel daar bewonderen. Ga je ook de ring dan in? Ja, voor de boksers te coachen. Te coachen en wel. Ah, dan gaan we mee. Zo dadelijk gaat hij er meer over vertellen hoe dat je daar ook bij kan zijn.